Nou, ik ken echt heel veel sterke Rotterdamse vrouwen. En, maar eentje in het bijzonder komt er nu bij me op, omdat ik daar vanochtend ook op bezoek was. En dat is mevrouw Marta Addens. Zij woont in Hoordijkenveld en is daar heel erg actief, organiseert activiteiten voor de jeugd in het Singeltje. Maar ze doet ook heel veel voor ouderen in Dijkveld en is echt gewoon een van de bewoners die Hoordijkenveld probeert... mooier, beter, fijner en socialer te maken. En dus zij komt als eerste in mij op als je vraagt om een sterke vrouw. Ja, ik ben er zelf eentje. Ja, ik werk in de zorg. Ik doe een opleiding erbij, dus met kinderen erbij en kleinkinderen erbij. Dus het is best wel hard, maar je moet sterk in je schoenen staan om je dingen te bereiken. Ik vind mijn dochter wel een... Een hele sterke vrouw, die is 2 keer ernstig ziek geweest. En ze heeft 1 keer acute leukemie gehad, vlak na de bevalling van de oudste dochter. Daarna was ze zwanger van de zoontje en heeft ze een tumor in de long gekregen. En daar is ze allemaal overheen gekomen, heel sterk uitgekomen. Ze heeft een hele, hele leuke baan nu op de Hogeschool Rotterdam. En... ze is inmiddels wel gescheiden, maar ze doet het allemaal hartstikke goed. Ik ben heel trots op haar. Dat is mijn moeder en dat klinkt wel heel cliché natuurlijk, maar zij is de definitie van een sterke vrouw voor mij. Omdat ze altijd alles zelf heeft gedaan, voor mij en mijn broertje heeft gezorgd. En, nu, ook al zit ze zonder werk, blijft ze niet stilzetten. Ze zit in de wijk en met iedereen is ze projecten aan het doen en aan het opstarten. Dus. En ondanks haar taalbarrière, ze laat niks zeg maar, haar tegenhouden. En daar kijk ik heel erg tegenop. En dat is een sterke vrouw voor mij.